Nicht nur, dass zufolge seiner Bemerkung er, so wie die Sachen standen, überhaupt noch zur Entscheidung seines im besten Fortgang begriffenen Rechtsstreits keiner Hilfe von Seiten eines Dritten bedürfte, aus eigenen Briefschaften und so weiter. Dann kommt der Hauptsinn. Dit waren allemaal bijzinnen. Ik merkte dat als ik het echt dit vasthield, dat het een museumstuk werd. En dan ga je je toch afvragen, wat wil je? Je wilt toch ook dat wat Kluis te zeggen heeft weer onder de mensen komt. Tenminste, ik vind dat belangrijk. Hij heeft prachtige verhalen. Ja, wij hebben als Nederlanders de kans om daar straks een versie van te lezen die aanspoort tot lezen, inspireert tot lezen. Terwijl de Duitsers dat nog niet hebben. Die zullen het toch nog steeds met deze Kluist moeten doen. Ria van Hengel heeft een breed vertaaloeuvre op haar naam staan. Zij vertaalt zowel Novalis en de gebroeders Grimm als hedendaagse schrijvers als Helmut Krauser, Hertha Müller en Elfriede Jelinek. Van W.G. Sebald vertaalde Ria van Hengel bijna alles, waardoor werken als Austerlitz en De Emigré in voortreffelijk Nederlands beschikbaar zijn. Ze volgt Sebald's stijl met respect, maar geenszins slaas. Ze verliest nergens uit het oog dat het Nederlands zijn eigen eisen stelt, die ook gerespecteerd willen worden. Ja, het is een combinatie van heel trouw, maar ook los durven laten wat de oorspronkelijke auteur gedaan heeft en me helemaal aan het Nederlands overgeven. In 2006 zijn twee vertalingen van Ria van Hengel verschenen, waarin de dichtkunst een grote rol speelt. Sebald's ontroerende Naar de natuur, een drievoudige vertelling in poëzievorm, en van Novalis de roman Heinrich von Ofterdingen. In het laatste boek is de poëzie zelf een centraal thema en er zijn veel gedichten in opgenomen. Alleen al de vergelijking van deze twee vertalingen geeft een indruk van de verscheidenheid waartoe Ria van Hengel in staat is. Sebald's gedicht krijgt een vloeiende Nederlandse versie die de Duitse op de voet volgt en de gedichten van Novalis worden geheel herdicht tot Nederlandse pendanten van het origineel. In het begin maakt hij hele simpele versjes, AB, AB. En aan het eind maakt hij sonetten. En nou, dat is dus heel ingewikkeld, hè, voor een vertaler. En die zijn heel erg gebonden. De versvoeten liggen vast, het rijmschema ligt vast. En ik werk graag gebonden, hoor. Dat heb ik gemerkt. Ik werk graag met binnen grenzen. Speciale vermelding verdient nog Van Hengels vertaling van Die Kinder der Toten van Elfriede Jelinek. Wat de vertaling van dit boek vereist aan literaire en filosofische kennis, talent en doorzettingsvermogen is vergelijkbaar met de eisen die een Ulysses-vertaling stelt. Het resultaat stemt tot grote bewondering. Ik denk, als ik over Jelinek ga praten, dan geeft dit boek, juist als ik het doorblader, dat geeft wel weer hoe je daar dan aan werkt. Ik weet niet of ik het nog precies weet, maar bijvoorbeeld Oranje stond voor alles wat met gnostische terminologie te maken heeft. Blauw was, dacht ik, Heidegger. Ja. Die ermesslichkeit ihres wezens zie je dan gewoon er tussendoor staan. Maar dat kan staan in een stukje, bij Jelinek is dat zo, over boodschappen doen. Ik heb 2 weken in Wenen gezeten om honderden dingen werkelijk aan haar te vragen. Van wat zit hierachter? Wat is hier bedoeld? Het is gekke werk. Er is geen woord bijna wat je gewoon kunt vertalen. Ik kreeg de opdracht om die Grimm-sprookjes te vertalen pal nadat ik dit grote dikke boek van Jelinek had ingeleverd. En dat was echt een verademing. Dat was heerlijk. Mooi hennetje, mooi haantje en mooie bonte koe. Wat wil je dat ik doe? De dieren antwoorden. Je hebt met hem gegeten, je hebt met hem gedronken, je hebt heel goed aan ons gedacht. We wensen je een goede nacht. Ik vind dat mooi. Ria van Hengel heeft zeer belangrijke werken uit de Duitsstalige literatuur voor ons ontsloten in schitterende en uiterst verzorgde vertalingen. Zichtbare toewijding en dienstbaarheid gaan samen met durf en creativiteit.
De jury heeft dan ook unaniem besloten Ria van Hengel voor te dragen voor de Martinus Nijhoffprijs 2007. Oh, ik zou ontzettend graag Heine verdragen. Heel erg graag. Ik weet het niet of dat er ooit van zou komen, want er zijn wel meer mensen die dat willen. Maar dat zou ik een prachtig project vinden. Het toppunt van wat ik eventueel nog eens zou willen. Ja. De jury van de Martinus Nijhoffprijs 2007 bestond uit Harm-Jan van Dam, Ton Hoenseluis, Ronald de Rooij, Desiree Schijns, voorzitter Miel Slager en Willem Weststein.